Hallo boogschutter, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot op YouTube en Nivi en Buddy Advies op Facebook. En dit is jullie lezing voor de 24e tot de 30e van juni 2019. En welkom aan nieuwe mensen natuurlijk. En ook natuurlijk weer welkom en dankjewel voor mijn trouwe volgers die mij volgen. En we zijn bijna aan de 1000. Nog 3 te gaan en dan hebben we de 1000. Dan kan ik voor de superchat gaan. Yes! En dit is de lezing voor de nieuwe mensen. Maandag, woensdag, vrijdag en het weekend. De kaarten eronder zijn de verduidelijkingskaarten voor de kaarten die daarboven liggen. Dan heb ik een antwoord van de engelen en romanskaart. En het dier, de spirit van het dier voor de week. Die ondersteunen jullie allemaal. En dit is een algemene lezing. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dat het een beetje steun is voor jullie. En ik hoop ook dat jullie er steun aan hebben. Dankjewel voor jullie steun. Voor de duimpjes op. En het delen met familie en vrienden en kennissen. En laten we beginnen. Nieuwe, lieve nieuwe mensen, als je lid wilt worden, klik dan op de lidmaatschap knop. Ik stuur geen e-mail, je krijgt alleen maar een melding van YouTube dat ik live ga of dat er nieuwe video's zijn. En dat kan je doen door de bel te klikken. Het belletje betekent notificatie aan. En wil je niet genotificeerd worden, klik het belletje dan niet, maar wel de lidmaatschap. Oké, op maandag hebben jullie de hond en de hond betekent een trouwe vriend, vriendschap, trouwheid en loyaliteit en geluk. Op woensdag hebben jullie de wolken. En natuurlijk kan al de energie door de hele week verlopen. Want we zijn net in de zomer gekomen en in kreeft. De tijd van kreeft van 21 juni tot 21 juli. Zo de emoties kunnen hoog zijn, omdat het een waterteken is. En natuurlijk hadden we gisteren de zomer solace, zoals ze dat zeggen. De overgang van de lente naar de zomer. Oké, zoals ik zei, jullie hebben de wolken op woensdag. Zomers en emoties kunnen hooglopen. Zo misschien heb je een woordenwisseling gehad of een oneenigheid met iemand, maar het is van korte duur, want de zon die breekt al door. Na regen komt zonneschijn. Op vrijdag hebben jullie het kind. Het kind staat voor zwangerschap of horen over een geboorte van een kind. Het betekent ook speelsheid en wees niet zo serieus. En natuurlijk, een kind wordt onschuldig geboren, zo die moet nog leren. Zo kan ook betekenen dat je iets nieuws gaat leren. Of dat je meer speels moet zijn en niet te serieus. Met het weekend heb je de ooievaar. De ooievaar betekent 360 graden omkeer in de situatie of een kwestie. Het kan ook betekenen natuurlijk een geboorte. Je kan horen over een geboorte of uitvinden dat je zwanger bent. Of misschien krijg je zelf een kind in het weekend. Dus zelfs op vrijdag zou het kunnen. Het betekent ook verhuizing, pardon. En het betekent ook een verhuizing en een nieuw begin. Dat is Millie die zit te piepen. Sorry jongens, de meeste van jullie kennen Millie wel. En op maandag heb je de 6 van Pentakels. Dat betekent geven en nemen. Misschien ben je minder bedeeld en ontvang jij geld. Of ben jij de rijke persoon die geeft en deelt aan minder bedeelden. Het zou misschien zijn dat jij een vriend of een vriendin gaat helpen, omdat die het even moeilijk heeft op dit moment. Op woensdag heb je de 10 van bekers. Dat betekent een einde van een fase en je gaat een nieuwe fase in, omdat een 10 een einde is en een 1 is een nieuw begin. De 10 van bekers betekent ook gelukkige familie en betekent ook happy families. Je bent gelukkig. Je bent op wolk 11, laten we het zo zeggen.
Niks kan verkeerd gaan. Zo, daarom zei ik al, die ruzie is van korte duur. Oké, het wordt gewoon weer goed. De lucht is geklaard. Op vrijdag heb je de keizer. De keizer die is hoger dan de koningen in de dek, in de tarot. Hij heeft de wereld in zijn hand. Hij kan goed zijn domein regeren. Hij heeft kennis, hij staat voor traditie. Hij is ook gekend in de tarot als een adviseur of een vaderfiguur. Misschien zoek jij advies over een kwestie, misschien over een kind of iets dat met een kind te maken heeft. Van bijvoorbeeld, waar moet ik mijn kind naar school doen om te leren? Wat moet ik met, dan weet je al wat het nieuwe begin gaat zijn. Hoe moet ik omgaan met het nieuwe begin? Misschien kan het een nieuwe baan zijn. Dat een oudere man die geeft je een baan. En die zegt, oh nou ik vind het zo fantastisch. Je bent zo'n harde werker. En je bent loyaal. Zo, wij geven jou een baan. Maar je moet nog wat leren. Zo, dan kan je bijvoorbeeld bij die man zoeken voor advies. In het weekend heb je de koningin van Pentakels. En de koningin van Pentakels representeert ook eigenlijk de keizerin. Die zijn allebei moeder aarde. Vaak wordt ze ook uitgebeeld met een zwangere zwangerschap. Omdat zij staat voor vruchtbaarheid, geboorte, groei en bloei. Zo, misschien ontmoet je wel een stier, een maagd. Of een steenbok in het weekend die zorgzaam is, lief is of die een kind krijgt. Oké? Of misschien ontmoet je een partner van die element van de dierenriem waar je een familie mee gaat bouwen en kinderen mee gaat krijgen. Misschien zijn er al wel wat kinderen bij betrokken. Ja, ik vind ik zou ook zeggen, kijk even naar de Engelse talige lezing. Want misschien heb ik iets uitgelaten hier. Maar het is elke lezing is anders, want het is een momentopname. En dit is natuurlijk ook algemeen. Zo, ik zie hier gelukkige familie. En omdat zij ook moeder aarde is, net zoals de keizerin, zie ik dit ook als een kuppel. Zo, misschien word je met iemand een kuppel vanaf vrijdag of in het weekend. En dat is jouw nieuw begin. Oké, boogschuttertje. Dan gaan we over naar de antwoord van de engelen. En de engelen zegt, jij bent er klaar voor. Oké. Roep je zielsmaatje toe. Jouw gebeden, affirmaties en visualisaties helpen om jullie bij elkaar te brengen. Hoe mooier kan het zijn? Ah, dit is hartstikke mooi. Allebei de lezingen zijn mooi, zowel in Nederlands als in Engels. En je hebt de Piper. En be playful, wees speels. En dat is het kind ook. Zo, dat loopt echt heel goed samen. Wees speels met kinderen en met je partner. Het loopt in één lijn. En dan ben je de happy family. Mooier kan ik het niet maken. Ook niet slechter. Nou ja, lol. En ik hoop je te zien in de live sessies. Hou je taai en dankjewel voor jullie steun. Even delen met familie, vrienden en kennissen als per normaal. En heb een mooie week en wees gezegend.